YouTube-toets. Zal ik deze video sneller dan dat ik de like-emoji erbij pak voor een 10? Ik heb mezelf geliked. Laat in de reacties jouw favoriete emoji achter. Maar hoe zien de emojis die wij misschien wel dagelijks gebruiken er in het echt uit? Als eerste hebben we de kat met de hartoogjes. Wat schijnbaar een Pikachu-kat is in het echt. Dat is bijzonder. De dansende vrouw met een roos in haar mond in het echt. Eigenlijk een beetje wat je verwacht. De pizza-emoji in het echt. Oh, nu heb ik trek. Als ik elke emoji op dit moment zou kunnen veranderen naar echt eten, dan zou ik denk ik eerst gaan voor de pizza, dan voor het softijsje en dan weer voor de pizza. De olifant-emoji in het echt. Deze emojis komen natuurlijk uit de emoji-film. En ernaast zien wij hoe het er dan in het echt uitziet. De fishcake in het echt. Dit is zo'n emoji die ik volgens mij nog nooit in mijn leven heb gebruikt. Er zijn zoveel emojis. Ik zoek het eventjes op hoor. 21 jaar geleden bij de eerste emoji gegeven. Meer dan 3000. De high five. Wat kan ik hierover zeggen? Het is een hand. En je kunt hem een high five geven. De donut emoji. En ik blijf het zeggen. Deze emojis geven mij trek. Oh, de aapjes emoji. En volgens mij heb je er hier 3 van, toch? Je hebt degene die dit doet. Dan heb je degene die dit doet. En dan heb je er eentje zonder zijn handen. Maar deze luistert niet. De hotdog emoji. Dude, come on. Dit is sowieso de favoriete emoji van Sonic. Of nee, wacht. Sonic houdt niet per se van hotdogs, maar van chili dogs. Oh ja, de vuist. Box. Nee, wacht. Een box geef je aan. Knuckles. En oh ja, niet te vergeten. De poepjes emoji. In het echt is het een squishy. Ik vind het ook zo grappig hoe de poepjes emoji een strikje draagt. Echt zo heel chic. En dat het dan eigenlijk een poepje is. De ijsjes emoji. Oké, stel voor jouw favoriete eten als emoji is de volgende op deze lijst. Wat is het dan? Laat het in de comments weten. Tijd voor een emoji quiz. Zon plus bril is... Ben je serieus? Zonnebril natuurlijk. Oké, de volgende. Burger plus kroon is... Ah, wacht. Burger King. En dat is juist. Oké, de volgende. Een huilende emoji en een baby. Ik moet de woorden natuurlijk in het Engels schrijven. Dus volgens mij is dit cry baby. Het is goed. Oké, dan hebben we er weer een. Mais plus brood. Mais is corn. Brood is bread. Cornbread. Maisbrood dus. Oké, een koe en een bel. Dit zou wel cowbell zijn. Ben je serieus? Maar ik moet dus gewoon eigenlijk de woorden achter elkaar zetten en dan ben ik er. Dus dit is waarschijnlijk lemon cake, of niet? Yep. Het wordt wel iets lastiger nu. We hebben hier een eilandje met een parasol en dan een huis. Ik denk vacation? Nee. Ah nee, wacht. Dit is natuurlijk strandhuis. Ja! Ik heb het opgezocht. Ik wist het niet. Oké, we hebben hier een wereld en we hebben hier een beker. Een kap. Dit is waarschijnlijk de World Cup. Ja. Oké, het volgende. We hebben hier vuur en een man. Letterlijk vertaald is dat fireman. En dat betekent brandweer, dus het is goed. Oké, we hebben een klokje en een bom. Volgens mij is dat gewoon een tijdbom. Het is een tijdbom. Oh my gosh, een wc en een krant. Volgens mij weet ik het al. Het is toiletpapier. Ja! Oké, de volgende is voor jullie. En ik ga een kleine tip geven. Deze twee emoji omschrijven een superheld. We hebben een spin en we hebben een man. Laat het in de comments weten, want hier komt mijn antwoord. Spider-Man. Oké, we hebben Amerika en een rugbybal. Dus dat is denk ik American football, ja. Wat hebben we hier? Een pijltje naar beneden en een batterij. Beneden batterij. Ah nee, wacht. Lage batterij. Zou dat kunnen? Lage batterij is goed. Rijst met een cake. Is dat toevallig rijstcake? Maar deze ook weer. Frans plus frietjes. Zijn dat toevallig Franse frietjes? Ja! Oké, de volgende. Boeken met liefde. Ik denk een boeklover. Oh, het is goed. Een regenwolkje met een laars. Het zullen wel regenschoenen zijn, toch? Ja. Een kat met een vis. Doe, dit is zo makkelijk. Je plakt de woorden letterlijk aan elkaar. Kat, vis. In het Engels dan catfish. En het is goed. Oké, deze is weer voor jullie. We hebben een appel en een taart. Wat zou dat zijn? Besef dat ik het gewoon letterlijk al heb gezegd. Puur door de emoji op te noemen. Het is namelijk apple pie. Oké, we hebben hier vuur en een auto. Dat zal wel een brandweerauto zijn. We hebben hier een neus en een ring. Dat zal wel een neusring zijn. Doe het, ik word het echt zat. We hebben hier een deur en een slot. Dat zal wel een deurslot zijn. Hoe lang kunnen we dit nog doen? Ah, dit is wel een leuke. We hebben hier een boze emoji en een vogel. Boos, angry, vogel, bird, angry bird. Oh, deze is ook leuk. We hebben een koekje en een monster. Doe het, ik... Terwijl ik het uitleg, zeg ik het al. Koekje, monster, cookie monster. Oké, we hebben hier een duimpje en een klavertje 4. Een duimpje staat voor goed. En een klavertje 4 staat voor geluk. Goed geluk. Dus eigenlijk succes. We hebben boeken en een worm. Boekenworm. Oké, we hebben sneeuw en een man. Sneeuwman. Oftewel sneeuwpop dus. Wat hebben we hier? Slapen en wandelen. Slaapwandelen. Ik ben er zo klaar mee. Een Sonic karakter quiz. Oké, de eerste is Sonic. De tweede is Tails. Wie is dit ook alweer? Ik heb hem eerder gezien. Weet jij wie het is?
Ah, jammer. Dit is natuurlijk Knuckles. Dan hebben we de volgende, dat is Amy. Dan hebben we deze, dat is Shadow. Kijk, dit is een quiz waar ik van hou. Ik ken letterlijk alle antwoorden. Oké, dit is Dr. Eggman. Al noemen sommige mensen hem Robotnik. Dit is Scream, het vriendinnetje van Tails, denk ik. Dan hebben we hier Metal Sonic. Dan hebben we hier onze Espio. Dan hebben we hier onze Charmy. Dit is volgens mij Blaze. Onze krokodil Vector. Dit is Big. Deze dude heet Jet. Dit is een karakter wat ik laatst pas leerde kennen, maar hij heet Chaos. Oh my gosh, ik heb een probleem. Ik kom er steeds vaker achter dat er toch nog Sonic-karakters zijn die ik niet ken. Ik heb het even opgezocht. Haar naam is Styx. Ah, kijk, deze ken ik. Dit is Wave. Oeh, hoe heet hij ook alweer? Ah, nee, Fang. En dat is de laatste? Dude, ik heb hem gehaald. Een logo-quiz. Oké, dat vind ik ook wel een leuk idee. Nou, Roblox is de eerste. Apple is de tweede. Volgens mij is dit Adidas. Nou, deze mogen we natuurlijk niet fout hebben. McDonald's. Wacht, wat? Het is fout. Oh, wacht, het moet met MC en dan Donald's. Nou, dan hebben we hier Nike. Volgens mij is dit Windows. Dit is een stukje makkelijker dan ik dacht. Oké, dan hebben we hier Pepsi. Nou, van welke zou deze zijn? Raad het in de comments. Ik heb geen idee. Nee, serieus. Laat het in de comments weten. Maar ik kan er doorheen. Nou, dit is natuurlijk Instagram. Dan hebben we hier Facebook. Volgens mij is dit Chrome. Dit is natuurlijk de blauwe Twittervogel. Dit is KFC. Ik zie een X in een box. Dus het is waarschijnlijk Xbox. PlayStation. Nou, de volgende, dat is Spotify. Nou, dit is de G van Google. Dit is Wikipedia. En ik typte het eerst fout. En dat was hem. 2 quizzes gehaald. Nog 1 dan? Je hebt zo mega veel verdiepingen met quizzes in dit spel. Oeh, eten. Nom, nom, nom. Oké, daar gaan we. De eerste is pizza. De tweede is een tomaat. Ben je serieus? Stel voor ik voer nu appel in. Hey, het huis van SpongeBob. Pineapple. Dit zijn druiven. Dit is kaas. Nou, dit is overduidelijk een orange. Weet je waarom een orange heet? Het is orange. Krijg ik daar geen applausje voor? Dankjewel. Oeh, dit is volgens mij knoflook, toch? Ja, oh my gosh, waarom speel ik dit? Ik begin serieus trek te krijgen. Dit zijn frietjes. Dit is overduidelijk rijst. Oh my gosh, nee. Oké, ik zeg het even zachtjes. Dit zijn taco's. Waar? Ik kom eraan! Nee, Bob. Ik heb hem in ieder geval goed. Oh, dit is chocolade. En dit is een pompoen. Ik vind het trouwens altijd zo knap als mensen daar echt zo'n kunstwerk van kunnen maken met Halloween. Dit is een cherry. Oh my gosh, nee. Waarom speel ik dit? Nou, dit is een cookie. Augurken. Echt zoiets wat sommige mensen wel lekker vinden en anderen totaal niet. Dit is een aardappel. Lijkt een beetje op Bob. Dit is een ui. Iets wat Shrek graag eet. Dit zijn citroenen. En we hebben hem gehaald. Dat was best wel makkelijk, weet je. Het was echt alsof ik het met mijn ogen dicht deed. Nee, dat is niet waar. Maar het was easy. Tijd voor wat raadsels. Welke Bron de Dino is een verrader? Oké, er zit er dus eentje bij die er net ietsje anders uitziet. Maar welke? Ik weet het niet. Weet jij het wel? Oh, jawel. Linksonder. En dan is er eentje met een ander soort ogen. Volgens mij is dat Poppy Playtime verkleed als Bron. Poppy Playtime is niet te vertrouwen. Zoek de 2 verschillen. Het hoedje en de tanden. Oké, dit was wel een hele makkelijke. Het hoedje en de tanden van Banzo Bunny, die zijn anders. Want die zijn een soort van half en weg. En ik heb het goed. Welke mond is van Huggy Wuggy? Oké, C is van PJ. B is van de lieve Huggy Wuggy. En dat is deze niet. Dus het is A of D. Maar D ziet er gewoon raar uit. Nee, volgens mij is het A. En A is goed. Welk hoofd is van deze lieve... Je hoort het goed. Mommy Longlegs. A, B, C of D. Oké, dat is echt een lastige. Ik denk D of B. Oké, D. Ik bedoel, je mag maar 1 antwoord geven. D. En D is goed. Laat in de comments jouw favoriete emoji achter. Abonneer voor meer en adios.